Welkom bij onze vierde en laatste boekbespreking van de maand mei. We hebben het boek een Odyssee besproken de afgelopen weken. We hebben het gelezen van schrijver Peter den Hollander. En in deze laatste boekbespreking zijn een aantal leden van het boekenlab aanwezig. En is de schrijver Peter is ook aanwezig. Ik heet jullie van harte welkom. En zoals ik zeg, we hebben de afgelopen maand een Odyssee gelezen, ontleed, geanalyseerd. We hebben heel veel dingen ontdekt, maar we hebben ook nog een aantal vragen. Dus die willen we heel graag aan je stellen, Peter. Ja, vuur me af. Ja? Ja. Rosita, wil jij met de eerste vraag beginnen? Je moet hem even van mute afzetten. Sorry. Ja, de personages die zijn beperkt uitgediept in het boek. Is dat een bewuste keuze van jou geweest om de personages niet meer body te geven? Ja. En waarom is dat? Eigenlijk omdat ik een luie schrijver ben. omdat ik dan zoveel erbij moet halen. En ik dan zijn dan heel veel vanzelfsprekendheden. En het ging mij eigenlijk om het verhaal. Ik hoop dat de hoofdfiguur man zelf, dat je daar een beetje een beeld van hebt. Wat zijn leven is en waar zijn twijfels in zitten rondom zijn vaderschap. En de tweede lijn was, die vrij belangrijk was voor mij, die avonturen van Odysseus in Odyssey vertalen naar een reis van 10 dagen. Waar Odysseus er zelf 10 jaar over gedaan heeft. En ik wilde dat daar de focus op kwam te liggen. Dus niet op de personen. En ja, ik schrijf ook voor jonge mensen, dus ik ga ook niet aan de hele dikke boeken beginnen, omdat ik hoop met de wat dunnere boekjes dat zij dat gaan lezen en daardoor de, ja, ik noem het maar even, de andere, de dikkere literatuur. Ja, alleen in de meeste boeken, de meeste literaire werken, daarin zit een bepaalde gelaagdheid in het verhaal. Vandaar ook dat de boeken dikker zijn. En dan begreep ik van Ilona dat je wel graag wilt dat de studenten jouw boeken zouden kunnen lezen in hun curriculum. En dan, ik weet niet wat een boek literatuur maakt, maar ik neem aan dat die gelaagdheid juist voor mensen die nog niet zoveel lezen, wel wat toevoegt. Ben ik daar dan geheel abuis in? Of verlicht mij als ik deels heb je gelijk, maar die gelaagdheid maakt het ook problematisch. Dit boekje is voor de doelgroep waarom ik het heb geschreven eigenlijk een beetje lichte kost. En daar zit toch wel die gelaagdheid van de Odysseus zit erin, die avonturen zitten er wel in. Dus wat ik hoop is dat docenten dat zien en zeggen van hé, dit is een moderne Odyssee, die moet je eens lezen om de vergelijking met de grote Odyssee te maken. Okay. Maar je hebt gelijk, er zitten niet heel veel extra lagen in dit boek. Het is zijn twijfel over zijn vaderschap. Heb wat dingen uit de Odyssee er wel uitgehaald. Je ziet dat het verwijst naar de Griekse oudheid. Dat is een laag die erin zit, maar daar blijft het inderdaad bij. Ja. Maar dat is dus een bewuste keuze geweest. Ja. Oké. Ilona, wil je om de beurt een persoonlijke vraag stellen? Of gaan we eerst mijn vragen doen en dan de volgende? Wat is jouw... Ik wilde inderdaad Lynette aan de beurt laten gaan. Ja. Maar ik denk dat er iets niet goed gegaan is met haar verbinding. Dus ik stel voor dat je je tweede vraag stelt en dan hoop ik dat Lynette weer aan gaat schuiven. Oké. Okay. Mijn tweede vraag. Ik merkte, laat ik het zo stellen, ik heb geen ervaring met zeilen. Ik ken dus ook geen zeiltermen, eigenlijk helemaal daar niks van. En ik merkte wel dat ik heel veel zeiltermen heb gelezen die niet zijn uitgelegd, waardoor ik niet wist waar het over ging. En is dat al bewust ding gebeurd? Want de enige term die je hebt uitgelegd was dat bakbord rechts was of zo. Maar voor de rest
Heb ik echt zoveel zaal uit mijn gooi van het laatste. Waardoor zo'n beetje... Ik dacht, oké. Ik zit in de stad, hè? Nee, dat is niet bewust. Okay. Niet die route hebben we gedaan. Maar ik heb wel twee keer met mijn zonen in Griekenland gevaren. Dus ik had wel ervaring met wat er op een boot gebeurt. Ik ben zelf niet echt een zeiler, maar zij zijn wel zeilers. Dus die ervaring, hoe dat op een boot gaat, heb ik zelf meegemaakt. Maar ik heb me niet gerealiseerd hoe dat bij de lezer over zou. Ja. En mijn zoon heeft het gelezen. Het klopt allemaal wat erin staat. Zo'n dik boek met alle haventjes in Griekenland. Die heb ik erbij gehaald, zodat ik kon zien hoe je komt aanvaren en hoe je aan moet leggen. Dus dat heb ik allemaal bestudeerd en erin beschreven. Maar ja, niet uitgelegd. Daar heb je gelijk in. Ja, ja weet je, ik zei tegen Ilone ook. Ik wist dus niet of alle restaurants in de haven nou Zorba's heten. Of is dat een soort keten? Of wat? Want we komen wel 4 Zorba's tegen, maar ik weet niet wat. Ja, nee. Ja, maar vanwege de film. Vanwege de film. Inderdaad, in bijna al die haventjes zit er wel een Zorba. Ja. Oké. Ook dat, dus dat klopt dus. Want je kan dus de route varen, zoals ik hem beschrijf. Want ik heb al die plaatjes, weliswaar op het internet en via Street View, heb ik allemaal bezocht. Oké. Okay. Die restaurants bestaan. De kaders, zoals ik ze beschreven heb, nou, zien er ook zo uit. Maar goed, ik heb niet gerealiseerd, maar kennelijk is dat zo, dat ze voortdurend bij Zorbra uitkwamen. Dat heb ik keuze geweest. Dat is gewoon eenmaal daar op die kaders waren, ja. We hebben ook wat geleerd. We weten nu wat kikkers zijn. Ja, precies. Ja. Ja, maar misschien moet ik in de tweede druk achterin een verklarend woordenboekje doen over wat het zeilen is. Wat ik wel als tip wilde meegeven, en dan moet je zelf maar kijken of je daar wat mee kan. Maar voor iemand die niet zeilt, heb ik dus totaal geen idee gehad wat voor een boot ze mee op weg zijn. En ook al had je aan de binnenkant van de kaft een plaatje getekend van het soort boot, dat was voor mijn beeldvorming wel heel fijn geweest. Ja. En ook als je aan de andere kant, aan het einde bijvoorbeeld, een plaatje van Griekenland had genomen met de eilandjes, zeg maar, voor de beeldvorming had dat voor mij heel verschil gemaakt. Ja. Je hebt ons natuurlijk een heel mooie foto gegeven van de route. Daar hebben wij wel heel veel aan gehad. Dat hebben we ook wel met het origineel kunnen plaatsen. Maar dat is zeker een goed idee. Ook dat heb ik niet aan gedacht. Maar ik kan zeker een foto van de boot waar het over gaat erbij doen. En inderdaad die plattegrond van de route. Dat kan ik zo in de tweede druk erbij doen. Ja, fijn. Dankjewel. Graag gedaan. En... als laatste, ik zei al hè, ik coach vrouwen om gelukkig te zijn en ik ben een voorvechter van vrouwen. En ik lees het zo en de hoofdpersoon heeft afwisselend seksuele contacten. Zonder dat ik meekrijg wat er bij die dames gebeurt waarmee hij die contacten heeft. Welk beeld wilde je daarmee uitdragen? Ja, en dan had je ook verhaal over een van de zussen. En, met op name Athene is het volgens mij... Ik heb geen idee wat het arme kind heeft bezield om met hem iets te gaan doen. Want er wordt niet naartoe geschreven. Ik snap, aan een moment veroordeelt ze hem over wat hij doet. En aan het andere moment... En ik denk, huh? Dat is een goeie. Het is helemaal... vanuit de mannelijke hoofdfiguur geschreven. En terecht, hij vraagt zich wel vanuit zijn gevoel af... wat moet ik met de twee vriendinnen, met de moeder van mijn zoon en de vriendin? Ja. Hij wordt verliefd op dat Franse meisje. Eigenlijk, dat is wel grappig dat je dat zegt... is die heel egoïstisch of egocentrisch... en trekt hij zich dus eigenlijk niks aan... van hoe die vrouwen daar eigenlijk
in staan. Nee, daar heeft hij geen enkele gedachte over. Nee, en ik ben dus steeds nieuwsgierig geweest naar wat was het dat die vrouwen aantrok in hem. Is hij zo, weet je, wat? Ik denk alleen maar wat, want ik kan het niet zien nou. En iets van gelaagdheid in dat stukje, ook omdat met het oog dat we erop mikken dat het boek wordt gelezen door jonge mensen die nog op de haven VWO zitten en dus nog niet zoveel gelaagdheid meekrijgen van hun medemensen, zeker niet de andere seksen, is het misschien wel fijn als we dat stukje begrip in ieder geval mee kunnen krijgen. Dat ze niet denken dat een vrouw op een dag wakker wordt en denkt, zo, ik ga maar dat eens doen, want het lijkt me leuk vandaag, want het is immers woensdag. Snap je wat ik bedoel? Dat stukje. Je hebt gelijk. En het is heel sterk vanuit die ik eigenlijk, want dit heb ik al eens eerder gehoord, heel egocentrisch van die man, want hij vraagt zich helemaal niet af hoe de moeder van zijn zoon er eigenlijk over denkt. Je hoort ook niet of ze het erover hebben gehad. Eigenlijk heeft hij nog nooit met haar de twijfel uitgesproken. Alleen hij gaat op reis omdat hij in zijn hoofd daarmee speelt. Ja. Ja, het klinkt alsof het klinkt alsof hij vaak gewoon maar doet. En de omgeving past zich aan wat hij maar gewoon doet. Ja. Ja. Maar ja, zo dat is wel zoals ik hem heb neer willen zetten. Oké. Okay. Dat is wel, ik wilde wel zo'n mannetje, omdat hij er een vriendin, een minnares op nahoudt. En eigenlijk deed zijn vader precies hetzelfde. Dat is, en hij is eigenlijk bang dat hij hetzelfde wordt als zijn vader. Maar eigenlijk is hij hetzelfde als zijn vader. En gaat hij op dezelfde manier met vrouwen en met meisjes om? Dat is wel wat ik heb willen laten zien. Nou, dat komt er dus ook uit. Ja, dat kwam eruit. Goed, we gaan even verder. Lynette is er helaas nog niet weer. Nee. Maar ik heb wel wat vragen. Dus als je het goed vindt, dan stel ik ze even in haar naam. Haar eerste vraag was: iemand die de oorspronkelijke Odyssey niet kent, hoe kan die de overeenkomsten begrijpen? Wij alle drie stapten we er redelijk blanco in. We wisten eigenlijk goed, we hebben het er natuurlijk wat bijgezocht en ik heb je ook vragen gesteld. Ja. Maar je kan het eigenlijk gewoon als een afzonderlijk verhaal zien. Ja, de enige echte link is, op het moment dat hij op het eiland komt. Is er weer. Ja. Op het moment dat hij op dat eiland komt bij die padvinders, daar wordt een verhaal uit de Odyssee voorgelezen. Ja. Dat is de enige directe link met de originele Odyssee. Dus daaruit zou je kunnen begrijpen dat de andere avonturen daar ook uit zijn. Maar een directe link niet. Maar ik vond ook dat je het boek zo moest kunnen lezen zonder dat je weet dat het die link met de echte Odyssee heeft. Dat het wel echte avonturen kunnen zijn. En dat toevallig allemaal avonturen zijn die Odysseus ook heeft beleefd, dat lijkt dan een beetje toeval. Maar de avonturen moeten wel waarachtig zijn. En de enige echt directe link is als over dat verhaal over die eenoog voorgelezen wordt. Ja, klopt inderdaad. Oké. Okay. Tweede vraag van Lynette is: wat is de aanleiding geweest om het boek op deze manier te schrijven? De aanleiding van het boek is omdat ik gewoon bedacht heb, ik ga iets met de Odyssee doen. Dat was, en wat, toen ik dat bedacht, wist ik nog niet wat. Dus daar ging ik over nadenken en toen kwam ik dus op het idee, omdat een Odyssee is een zoektocht, toen kwam ik op het idee, het is een knul van een jaar of 28 die een kind heeft en daarover twijfelt. Dus toen ik dat idee had, had ik één verhaallijn en vervolgens ging ik uitzoeken, kwam ik op die route, zoals die op het kaartje staat, omdat het 10 dagen moest zijn. Dat was allemaal uitzoeken. En toen kwamen er ook wat toevalligheden langs. Maar de aanleiding is dus dat ik het leuk vind om met klassiekers aan de slag te gaan.
Ik ben nu bezig en dat heet Hamlets Knopen. En dat gaat over de opvolging van een directeur bij een knopenfabriek. En die directeur wordt ook vergiftigd, net als in Hamlet. Okay. En vandaar Hamlets Knopen. Dus dan gebruik ik de verhaallijnen van Hamlet voor een verhaal rondom een knopenfabriek. Dus dat is een beetje de aanleiding. Ik wil gewoon iets. Zo heb ik ook een boek over Faust genomen, want ik wilde iets met Faust. En vervolgens ga ik erover nadenken. En nou, dan komt er een verhaal, komt er uit. Goed. Derde en laatste vraag van Annette. Het boek laat veel ruimte over voor eigen interpretatie. Hoe ziet de boot eruit? Hoe zijn de karakters van de mensen, et cetera? Waarom is daarvoor gekozen? En kan het niet zijn dat de boot daardoor een beetje oppervlakkig lijkt? Het is ja. Natuurlijk een beetje in aansluiting op Rosita's vraag over de personages. Dat is een kritiek die ik ook op mijn andere boekjes krijg. Dat ik de karakters... Het is een kritiek, hoor. Het is een vraag. Opmerking over de andere boekjes. Ja, wat ik net zei, ja, ik ben een beetje een luie schrijver en ik heb wel het karakter in mijn hoofd, maar dan moet ik er van alles en nog wat bij halen. En wat ik eigenlijk niet wil, dat is echt wel een keus, dat bepaalde gebeurtenissen zo logisch uit het verleden van een hoofdfiguur komt. Dat vind ik een beetje goedkoop. Dus ik wil mijn verhaal vertellen op dit moment over deze man. Hij is met dat probleem bezig en daar concentreer ik me dan op. En Rosita vroeg net ook rondom de meisjes. Die hebben helemaal geen verleden. Je weet een beetje dat ze studeren. Maar over hoe het in de familie gaat en zo. Dat hoor je allemaal niet. Hoe zij in het leven staan. Hoe zij daarover nadenken. Nou, dat lees je allemaal niet. Nee. Ik ben een luie schrijver, dat ga je ook nooit te weten komen. Dus ik vind het heel leuk dat je dat formuleert, dat ik heel veel ruimte aan de lezer daarin laat. Laten we het zo formuleren. Ja, we hadden het erover, hoe ziet de boot er dan uit? Is het de grote boot? Hebben jullie het daar al over gehad? Ja. Ik heb het voorstel gedaan. Ja. Dat is dus... Ja, maar dat is dus grappig. Die in de tweede versie... Ga ik daar iets mee doen in de tweede druk. Ik heb, zo werkt het dan, ik heb die boot in mijn hoofd. En sta er helemaal niet bij stil dat al die mensen die het lezen helemaal niet van boot weten. En niet weten wat een kikker is of wat een lier is of noem maar op. Maar voor mij is dat heel vanzelfsprekend. Dus ik heb daar meteen een beeld bij. En ik vergeet dan dus te denken van, maar weten de lezers dat wel? Ja. Mijn oudste zoon, die zeiler is, die heb ik het laten lezen om te controleren of het allemaal klopte. Het klopte allemaal, maar dat komt omdat hij zeiler is. Hij weet waar ik het over heb, dus als hij, dan heeft hij er meteen een beeld. Ja. Maar ik ga inderdaad in de tweede druk een plaatje van de boot en de plattegrond erin opnemen. Zodat de lezer kan zien wat voor soort boot het is en... wat de route is, want ik heb die plattegrond wel. Leuk, erg leuk. heb je ook, want je zegt, je schrijft dit voor studenten van de bovenbouw van de VWO, voor de literatuurlijst. Heb je daar ook al reacties op terug ontvangen van scholen, van studenten? Nee. Ik weet wel dat scholen hebben het gekocht, met name de mediatheken. Okay. En ik weet van een collega, die kwam dat ook tegen. Dus een vriendin, die kwam dat ook tegen en die liet het ook zien. Het staat hier. Maar ik weet niet, ik krijg er geen feedback op van docenten van... ze hebben het gelezen, wat leuk. Nee. Maar het is wel in de literatuurlijst opgenomen. Ja, dus daar is in de literatuurlijst opgenomen, ja. Oké, okay. Leuk. Ja. En ik heb nog wel vragen die ik nog niet had ingeleverd. Mag dat? Dat mag. Oké. Want het las voor mij alsof ik een stukje met hem heb meegelopen. Was dat ook je bedoeling? Want het heeft niet echt een eind. Het heeft niet echt het begin. Ik stap gewoon op een gegeven moment naast hem en ik ga een stuk met hem mee. En dan gaat hij weer verder en ik denk, oké, wat is hij gaan doen? Was dat ook echt jouw bedoeling, zeg maar? Ja, dus echt dat stukje
Dus alleen de zeiltocht en zijn nadenken over wat moet ik met het vaderschap, dat is het enige stukje uit zijn leven wat je ervaart, ja. En er komt geen Odyssey 2? Nee, ik zou niet weten. Want je wil weten, want ik heb het zelf ook. Ik heb het natuurlijk regelmatig teruggelezen. En iedere keer als ik het dan gelezen had, dan dacht ik, jeetje, wat een k-einde, wat een vervelend einde. Maak er iets leuks van. Maar je gaat helemaal mee in zijn tocht van wat moet ik met mijn vaderschap, en dan blijkt hij die vader niet te zijn in de laatste alinea. En ik ken dus helemaal, maar iedere keer als ik het weer lees, dan denk ik, jeez, had dat niet anders gekund? En echtgenoten ook. En die zegt, ja, maar ik ben nu nieuwsgierig hoe die daarmee omgaat. Wat gaat er nu gebeuren? Ja. Maar ja, dat laat ik dus open. Dat mag je helemaal zelf invullen. Ja, ja, nou, oké. Okay. Wat gebeurt er met hem? Even kijken, volgens mij hebben we alle vragen gehad. Zijn er nog tips of andere zaken die jullie willen aangeven op dit moment? Lynette, heb jij nog iets? Nee? Ellie, heb jij nog iets? Nee. Nee? Alles besproken, nee. Alles gevraagd? Ja, ik vond dit wel heel interessant. Leuk. Rosita? En ben we al nieuwsgierig wat er met die man verder gebeurt. Hoeveel vrouwen krijgt hij zelf bedenken? Nou, ik zal hem een keer in een ander boek zal ik hem opvoeren. En dan kan je lezen wat er met hem gebeurd is. Nou, wat ik nog wel kwijt wil. Ik weet niet of jullie gisteren, een college tour met Connie Palmer hebben gezien. Ja, Zij zei op een gegeven moment, dan dacht ik, ja, dat is bij mij ook gebeurd. Zij zei op een gegeven moment, als je een idee hebt over een boek, dan lijkt het wel alsof de dingen op je afkomen die bij het boek horen. Nou, dat was bij dit ook een aantal toevalligheden. En de grootste toevalligheid was dat Odysseus, die wordt op een gegeven moment naar een eiland geroepen door sirenes. Nou, daar moest ik iets mee. Ik zelf, als ik zwem, vind het leuk om als een zeemeermin te zwemmen. Dus zo mijn benen niet te gebruiken. Alleen mijn armen. En wat blijkt, dat in het Frans zeemeermin sirene is. Oh? Ja, toen was ik helemaal klaar. Toen dacht ik, oké, hij gaat verliefd worden op een meisje dat ook zo aan het zwemmen is. En dan heb ik het item sirene ook in het verhaal op kunnen nemen. En dat hij er niet naartoe wil, dat hij op die boot blijft terwijl er muziek speelt. Hij wordt daar naartoe getrokken. Ja, dat zijn elementen die ook in de Odysseus er zijn. Dus ja, dat soort dingen komen dan, wat Connie Palmer ook zei, komen naar je toe. Dat zijn toevalligheden. Nou, ook het vertrek van dat Kalamata kwam ik er dus achter, wat jij ook geschreven had, dat de Nederlandse familie van Henegouwen ooit rondom dat kasteel gevochten had. Dan dacht ik, ja, heb ik de achternaam van de familie Henegouwen. Dat soort. En dat is echt het allerleukste aan schrijven, als dat soort toevalligheden op je afkomen, waardoor je dan, het zijn niet echt hele diepe lagen, maar waardoor je wel iets extra's aan het boek kan geven. En als mensen gaan forsen, dat ze dat dan, dat hoop je dan, dat ze dat dan ook tegenkomen. Dat ze dan ook zien van, hé, het is niet voor niks Kalamata, het is niet voor niks dat die familie iets met Griekenland heeft en dat ze dochters ook zo heten, omdat, nou ja, er is een Griekse link. Ja. Is er dan. Ja, ja. Ja, leuk. Ik heb bij een eerste druk is het vaak zo dat er nog een paar foutjes in zitten die je niet hebt gezien. Ik heb die wel gearseerd. Als je wil, kan ik je die laten. Ja, heel graag. Ja, heel graag. Heel graag. Want op een gegeven moment heb je het boek 80 keer gelezen en dan lees je over ennetjes die vergeten zijn, lees je heen. Dat vullen de hersens vanzelf in. Dat zie je op een gegeven moment niet meer. Ja, heel graag. Okay. Nou, goed. Iemand nog iets aan te vullen? Nee? Nee, maar ik vond dit wel echt heel leuk. Ja. Ik vond het wel heel fijn om
Want normaal lees je een boek en dan is het een soort eenrichtingsverkeer. De schrijver geeft je wat succes ermee en toedeledoki. Ja. En het is ontzettend fijn om te kunnen vragen van, maar waarom heb je daarvoor gekozen? En ja, waarom is het dat? En ik vond daar ik voelde daar dit bij. Waarom heb je dan toch die keuze? Dat vind ik echt meerwaarde hebben. Dus ja. Nou ja, ik vind het heel leuk om met lezers te praten. Want nou ja, wat jullie zeggen, dan denk ik, ja, klopt. Had ik dat anders moeten doen? Ja, weet ik niet. Nou ja, zo. Dus, maar nou ja, ik vind dat heel prettig. En nou ja, jullie hebben het allemaal gekregen, het bootje. Ja. Fantastisch, dat staat bij ons op de dressoir. Dit is zo ongelooflijk leuk dat ze dat gedaan heeft. Dat is zo'n cadeautje, ja. Leuk. Ja. Nou, ik wil nog even het laatste toevoegen. Vorige week hebben wij twee dames gevraagd die in de leeftijdscategorie zitten waarvoor jij de boeken schrijft. Ja, ja. Om het boek ook even te lezen en ook even met eens mee te denken. Een daarvan was mijn dochter, die zit in het vierde van het gymnasium. En die vertelde mij vandaag nog, ze moest een opdracht voor Grieks doen. En ze was zo gemotiveerd geworden door het boek, dat ze eigenlijk toch ook nu wel het verhaal van Homerus wil lezen. Dat ze daar de opdracht op gaat richten. Oh, wat goed. Wat leuk. Nou ja, ik vind het heel leuk om te schrijven. Je doet het voor jezelf, maar het is natuurlijk heel leuk als mensen het gaan lezen en ook zien. Want ik heb aan dit boek best, ik denk, 2 jaar gewerkt. Allemaal onderzoekjes en moet natuurlijk allemaal kloppen, enzovoort, enzovoort. Is het natuurlijk leuk als mensen het gaan lezen en wat jullie gedaan hebben. Er de dingen ook uithalen of dingen missen. Ja, dat is de kers op de taart voor mij als schrijver. Dat is ontzettend leuk. En dit helemaal, want ja, daar doe je het toch wel een beetje voor. Nou leuk. Goed. Ik denk dat we een Odyssey gewoon een geslaagd experiment kunnen noemen voor ons eerste boekenlab. Ja. Peter, ik wil jou hartelijk bedanken voor alle assistentie de afgelopen maand. We hebben een aantal keren met elkaar gebeld. Je hebt me ontzettend veel informatie gegeven en geholpen. Ja, ik heb er ook gewoon echt van genoten. Ja, ik vond het heel leuk dat je mijn boekje hebt gekozen en ook het enthousiasme waarmee je dat deed. Toen dacht ik, hey, iemand heeft het boekje begrepen. En ja, als je ook voor andere boeken dat soort hulp nodig hebt, laat het me weten. Ik kan je zo helpen met soorten vragen of noem maar op. Ik vind het zo'n leuk initiatief wat je hier doet, want dit is eigenlijk ook wat bij Brommen op Zee ook gebeurt. Hè? Alleen dan daar. Dat ze ook een leesclubje hebben en dan het boek. Nou, leuk. Ja. Dankjewel. Ja, ik wil ook wel even gebruik maken van de gelegenheid om jou te bedanken en om Ilona te bedanken. Jullie allebei. Want ik heb al aangegeven wat net de meerwaarde was, dat we dit even met jou konden sparren. Maar de tijd en de liefde die je erin stopt, Ilona, dat is echt wel heel mooi. Je verheft het lezen naar een ervaring waarbij je ons allemaal meeneemt. Ja. En kosten nog moeite worden daarbij gespaard. En dat vind ik wel echt een cadeautje. Dus dank daarvoor. Nou, ik word er warm van. Dank je wel. Nou, Rosita, dat is een hele mooie. Ik schrijf hem op. Ilona maakt van het lezen een ervaring. Dat is wat ze gedaan heeft. Ja, dat is heel, heel mooi. Nou, het is een enorm compliment. Dank je wel. Ja. Heel goed. Rosita, Ellie, Lynette, ik wil je echt hartelijk bedanken voor het mee-experimenteren. Ja. En ik hoop dat we volgende maand weer net minstens zo'n leuk boek kunnen hebben. En ook zo'n leuk experiment. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken. Heel goed. Jullie ook bedankt. Dank jullie wel. Jij ook bedankt. Veel succes verder.